Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is vandaag Ton Roosendaal. Ton, je bent van Blender, blender.org, voor de mensen die je meteen eventjes willen gaan kijken wat jullie nu doen. Wat doen jullie? Wat doe je? Wat doe ik? Ja wat doen wij? Laten we daarmee beginnen. Wat doen we op blender.org ook? Ja. Dus Blender is 3D software. En dat kun je gebruiken om dingen te modelleren, of te animeren, of games te maken, of architectuur te visualiseren. En Blender is open source. Dus wat ik doe, ben de oorspronkelijke maker van de software, ben de voorzitter van de stichting Blender. En we hebben een instituut in Amsterdam waar we mensen hebben die aan het programma werken. En we begeleiden dus het open source project. We zorgen dat het open source project goed onderhouden wordt, en dat er goede websites zijn om mensen in staat stellen de software verder te ontwikkelen. Dat er projecten zijn wat mensen door geïnspireerd raken om eraan te werken. Dat de bugs gefixt worden, dat er documentatie is. Het is eigenlijk een soort softwarebedrijf waar animatiefilms mee gemaakt wordt, online. Ja. Dus we houden die creatieve tak en de technische tak hebben we samen in organisatie. Hey, nu kan ik me goed voorstellen dat juist in deze wereld, er is ook veel software die je kan kopen, hè, waar je 3D dingen mee kan doen. Mm-hmm. Behalve dat jullie open source zijn en ik dus het nu kan gaan gebruiken. Wat onderscheidt jullie? Wat maakt jullie software bijzonder? Dus behalve dat het gratis en open source is. Ja. Ja. Nou, behalve dat, eigenlijk niks. Het is net zo goed als de concurrenten. Ja. Maar dat is voor de concurrenten een groot probleem. Ja, dat snap ik wel. Ja, want daarvoor moeten we betalen. Ja. Ja. En Blender is dus nu, in 2002 is het open source geworden. Het is nu echt een soort 180 graden kanteling gaande in de afgelopen half jaar. Waarbij we dus echt mainstream en industriestandaard aan het worden zijn. En dus vorig jaar hebben we 10 miljoen downloads getemd. Hoe komt dat dan? Wat veroorzaakt dat je op een gegeven moment een standaard wordt? Dat het echt mainstream geworden is, 3D. Ja. Dus steeds meer mensen gaan het gebruiken? Ja. En, en dan komen ze bij jullie uit? Bij bijvoorbeeld, er zijn een paar grote namen, zoals Maya, Cinema 4D, 3D Max, misschien ken je die namen. Ja. Dat zijn, als ik kijk naar het totaal aantal betalende klanten, dat ze software hebben, dan heb je het over enkele tienduizenden. Dat is het. Dat is de hele markt. En nou, dat kan je tegenwoordig toch niet meer iets mee doen. Dat is een heel erg piepklein markt op de wereldschaal. Maar er zijn miljoenen mensen die graag iets met 3D doen. Over de hele wereld. Maar die hebben geen geld om te zeggen, wij gaan geen 4000 euro betalen voor een cinema 4D licentie. Dat kunnen ze zich niet eens veroorloven. Dat is ook niet eens nuttig. Als je even een keer iets met 3D wil doen of een poppetje wil maken om te 3D printen. Dan wil je gewoon de software eigenlijk al voor geïnstalleerd hebben op de computer. Want je zei net, Dat viel een klein beetje weg. Van hoeveel mensen hadden het nu gedownload zijn? Ja, vorig jaar 10 miljoen. 10 miljoen? Ja. En dat zijn de getallen die we zelf tellen van onze eigen website. En dan de mensen die een adblocker aan hebben en zo, dat kunnen we al niet instellen. Nee. Dus dat is het minimum aantal downloads. Ik zeg niet dat er allemaal gebruikers zijn. En kun je zien hoeveel mensen het actief gebruiken? Of kun je daar iets over zeggen? Nee. Dus het is echt vrij en het is open source. Ja, vrije software. Vrij. Ja. Mensen kunnen het downloaden en mee doen wat ze willen. Ja. Ook de broncode aanpassen en daar leuke dingen mee doen. Ja, jij hebt echt aan de wieg gestaan van Blender. Dat was een voorloper, geloof ik. Waar je, in de jaren 90 had ik een animatiestudio in Eindhoven. Ja. Vooral productvisualisatie. En je had gewoon software nodig om dat te doen? Ja. Ja, en we hadden geen geld. Is zo begonnen? En dachten van, ja, we wilden wel een goede computer hebben om 3D te maken en zo. En die kostte, de eerste 3D-computer die we hadden, kostte 60.000 gulden. Ja. In 1991. Ja. We hadden eerst daarvoor, we komen door Amiga. En dat had real-time wireframe, weet je wel. Echt real-time kon je dan een 3D-model mee bekijken. En de software daarvoor kostte 30.000 gulden. Ja, ja. En van nou, het is wel goed, dan gaan we zelf schrijven. Ja? Dus je had altijd al wel iets met computers gedaan in de jaren 80. Dus ik kende een beetje assembly en een beetje C. En dacht, geef mij maar een zomer. Hè? Ja. En dan ga ik gewoon aan de gang. Ja. En dan heb je eerst wat kleinere tools. En dan later, in de loop van de jaren, dan heb je gewoon een aantal dingen goed voor elkaar. En wanneer komt dan het moment, want voor de mensen die terug zitten te kijken, die hebben die logica niet meer. We hadden net bijvoorbeeld een uitzending hiervoor opgenomen.
de House of Einstein, die hebben zelf een platform ontwikkeld voor e-commerce. En die bedenken dan op een gegeven moment, die hebben die software ook zelf gemaakt. En die denken dan op een gegeven moment van, nou, daar gaan we een product van maken, gaan we geld mee verdienen. Mm-hmm. Er is een moment geweest dat jij die software hebt zitten programmeren voor jouw bedrijf. En dat je dacht, daar ga ik geen product van maken om geld mee te verdienen. Dit is gewoon zo belangrijk, dit ga ik. Maar zo is het niet gegaan. Ik ben eigenlijk dezelfde. Ik heb hetzelfde pad bewandeld als House of Einstein. Failliet gegaan en toen pas. Oké. Okay. Om. Ja, en hoe? Vertel eens wat meer over. Ja, in de jaren 90. Nadat ik dus die animatiestudio. Heeft er goed veel van verkocht. Dacht ik, ga met die software wat doen. Ja. En die is wel vrij weggegeven. Gratis, sorry. Maar geen opties. En de bedoeling was dat ik daaromheen een business kon bouwen. En als je in 1998 een website had met forums en gebruikers en even downloads van software, nou, wow, dan ben je op geld waard. Dus het was met één man en een halve employee in een start-up center. En opeens word je door mannetjes met koffertjes, 10 miljoen euro ben je dan waard. Ja. En dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om te zeggen van, ah, flauwekul, weet je wel, een bullshit. Ja. Nou, misschien is dat wel waar of zo. Ja. Dus uiteindelijk na een tijdje met investeerdersmaatschappijen in zee gegaan. En 4,5 miljoen euro opgehaald. Voor dat was ook echt de internetbubbel in die periode. Echt een bubbel. En die hebben daar ook zeg maar een CEO was erbij genomen. Want ik ben natuurlijk geen goede zakenman. Ik ben een bouwer. Ja. Er is ook een CEO bij die wel snapt hoe je geld moet uitgeven. Ja. Maar ja, we waren uitgeven de dag toen beter dat we begonnen. Gingen we naar Brink, naar de beurs. Dat weten jullie nog. Ja. Oh, ja. En toen kreeg iedereen opeens koud watervrees. Van oeps, hè, wacht even, er is iets fout uitgerekend. Eén gebruiker voor een internetprovider is 10.000 euro waard. Dat klopt iets niet. Hè? Dus toen moest er opeens de broekriem aangetrokken worden. Maar vooral in ons geval zeiden de investeerders, eigenlijk willen we binnen 9 maanden een exit. Hè? Ja. Dus, of een jaar maximaal. Want dat is de enige manier waarop we nu ons geld kunnen terugkrijgen. En dat werd ook als normale strategie geaccepteerd. En toen kreeg je dus een tijdje een soort circus. Die lijkt op wat je nou nog kijkt naar Silicon Valley, die tv-serie. En wat daar gebeurt, dat heb ik middenin gezet. Ja, ja. Dus even geld uitgeven, waarde creëren. Doe alsof je heel erg duur bent en probeer je te verkopen. Ja. En dan knallen, klappen, failliet gaan, alles kwijt. Ja. En zo is het gegaan. Ja, ik zat daar in 2002 naar een kleine resultaat, maar dat is toen echt fout gelopen. En toen zat ik daar met de investeerder aan tafel en zei, Ton, je hebt ons nou zoveel geld gekost. Alles wat jij hebt is nu van ons, we hebben niks meer. Het gaat gewoon in de la en gaan we wat anders doen. Ja. Je hebt ons zoveel gekost. Ja, dat was natuurlijk onderhand mijn baby geworden, die software, dat is mijn ding. Ja. Dat had ik zelf gebouwd en ook waren al heel veel gebruikers online. Dus ik dacht, nou ja, dat is nu doodzonde als dat in de la verdwijnt en dan wegzakt. En software is alleen maar wat waard als je het onderhoudt. Ja, tuurlijk. Ja, maar na 5 jaar is software niks meer waard. Nee. Dus heb ik een plan ontwikkeld om met de community geld in te zamelen, met de gebruikers, om de software te kopen van de investeerders. Voor 100.000 euro, dat is niet veel, dat is nog niks vergeleken met wat ze kwijt zijn geraakt. Maar wat een beter bod zouden ze toch nooit krijgen. Om die software dan in open source te brengen. En eigenlijk was mijn idee alleen om dat te doen als afronding. Ik dacht van nou, dan heeft in ieder geval de gebruikers en degenen die daarmee hebben gewerkt. Hebben dan een soort monument online met alles wat we gedaan hebben. Ja. En dan mag je daar lekker mee verder sleutelen ofzo. Ja. Nou, binnen 7 weken had ik het geld. En in 2002, wat de crowdfunding bestond nog niet, hè? Toen, nee. En we hadden echt perks en alles. Het was een echte traditionele crowdfundingactie. Ja. Toen dacht ik, oh, dus dat is dus veel groter nog dan ik dacht. En ook, dus de gebruikers, de community, die noemen we echt de community, de gebruikers, is nog veel groter en sterker dan ik dacht. En dus zo is het open source project begonnen. En binnen dat open source project krijgen ze open source dynamiek. En die dynamiek richt zich heel erg op de dingen die eigenlijk als ondernemer niet zo belangrijk waren. Zoals? Maar het is puur praktische dingen die je nodig hebt om de software te gebruiken. Ja. Want ik had visies over, we willen
het real-time games en film wil ik samenbrengen in één programma, weet je. Daar zijn ze nou nog mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Maar daar zat ik in 2000, was dat mijn visie. Ja. En daar kregen we investeerdersgeld voor die visie. Ja. Maar wat zeggen de gebruikers? Leuke visie, maar wij gaan eerst de modeler fixen. En we gaan de interface wat bruikbaarder maken. En de shortcuts kunnen wel beter. Ja. En, weet je, dus pure dingen die je nodig hebt om het te gebruiken. Ja. Hoe groot is die community van mensen die meebouwt? Op dit moment, het aantal actieve vrijwilligers die dagelijks bijdragen, aan honderden, 250, zoiets. Ja. En dan zijn er op dit moment ook mensen die dat betaald doen. Er zijn er 20 developers kunnen we nu al betalen voor tijd om aan Blender te werken. Ja, waar komt het geld van jullie vandaan? Waar komt het geld vandaan? Ja. Hoe verdienen jullie dat? Dat is nog steeds belangrijk. We geven namelijk alles weg, hè? Alles. Ja. Ja. Wij zijn allebei gefascineerd door open source. Ja. We hebben er heel wat aan tafel gehad. En meestal zie je natuurlijk het model dat de software weggegeven wordt of gewoon beschikbaar is voor iedereen. En dat daaromheen een palet aan consultancies, hosting, advies, weet ik veel. Is dat bij jullie ook? Nou, we doen geen echte consultancy. Wat wij, wat ik zelf gedaan heb in het begin, was de boekpublisher beginnen, manuals verkopen, de tutorials en tutorial DVD's. En dan heb je namelijk rechtstreeks iets wat je kan doen met de gebruikers. En een dvd te verkopen voor 30 euro op de post doen, dat is goede business. Ja. Dat gaat prima. En wat we na een paar jaar, merkte ik dat het Blender heel erg traditioneel open source project werd. Hè? Want ik weet niet, dat zijn techneuten. Hè? En die gebruikers zitten een beetje in de weg, hè? Als programmeur. Ja. Je wil gewoon hele mooie code maken en dat moet de gebruiker accepteren. Want, ja, liefst wel, ja. Het zijn lastige mensen, hoor, gebruikers. Ja, ja. Ja, die willen altijd wat anders. En je ziet het veel, hoor. Veel open source projecten zijn daardoor heel technisch. Eigenlijk de bro-cultuur ook wel, de mannetjes die online aan het samenwerken zijn. En juist voor een programma als Blender, omdat het een grote gebruikersgemeenschap heeft. En er zijn heel veel artiesten, zijn 3D-vormgevers. Ja. Heeft geen goed Nederlands woord. Die wil je juist laten samenwerken met die programmeurs. Eigenlijk wil je hetzelfde soort systeem hebben als wat bijvoorbeeld bij Pixar is. Waarbij er een grote afdeling techneuten werken daar, programmeurs. En die maken de techniek voor de animators en de filmmakers. En die werken daarin samen. Er wordt een film gemaakt en de programmeurafdeling zegt, nou, wat willen jullie aan techniek hebben en hoe kunnen we dat gaan bouwen, zodat jullie nog mooiere films kunnen maken. En dat is het concept van Blender ook. Maar dat is een heel moeilijk ding, hè? Want ik heb best wel veel mee proberen te doen in open source projecten. En ik ben geen programmeur. Ik ben zeg maar gebruiker die een idee heeft over hoe dingen zouden kunnen werken. En dat is een heel ingewikkeld ding om zelf een rol te spelen als je niet de technische bouwer. Misschien. Maar als animator snap je wel goed wat voor tools je zou willen hebben. En het feit dat je dan ondersteund kan worden door mensen die het wel snappen. Zijn er niet zoveel. Een animator is natuurlijk aan de ene kant een artist, maar het zijn wel allemaal mensen die snappen. Dat wilde ik eigenlijk naartoe. Terwijl heel veel open source dingen, de gebruikers zijn, hoeven natuurlijk vaak helemaal niet technisch te zijn. Bijvoorbeeld, maar waar ik naartoe wil is dat ik dus, ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga films maken. En ik wil als producent geld inzamelen. Crowdfunding waren we toch al heel goed in. Maken open films, dat is iets nieuws. De films gaan we maken in een open systeem. Dat betekent dat dus de top van zeg maar 5, 6, 7 artists uit om een half jaar of drie kwart jaar naar Amsterdam te komen in een studio. Die mogen de film maken die ze zelf willen maken. Ze hebben 100% creatieve vrijheid. Moet wel leuk zijn om te zien natuurlijk. Hè, want, maar dat vinden mensen sowieso leuk. Dat is geen probleem. Het geeft de vrijheid. Maar alles wat ze doen is publiek. En zichtbaar voor de programmeurs eromheen. En zo bouw je dus een soort klein mini Pixar omgeving, waarbij dus elke programmeur en contributor, mensen die bijdragen leveren aan Blender, die kunnen zien, wacht even, dat is dus dit nodig en dat nodig. Ja. En die techniek en dat werkt niet en daar zit een bug. En zo kunnen ze meeleven met zo'n product. Ja, mooi. Dat hebben we
2006 één keer gedaan. Dat is een geweldig succes. En dat, ook al ging er heel veel geld dus naar de makers van de film, hè, dat is voor de crowdfunding. Het feit dat er een filmpje ligt die er goed uitziet, gemaakt met offshore software, dat geeft je een enorme boost. Ja. Dus ik dacht, nou, dat moet ik gaan herhalen. Dus daar is dus het Blender Instituut opgericht. Een studio in Amsterdam, waar we bijna elk jaar een korte film zelf gefinancierd, geregeld hebben. En vanaf 2014 is dat ook met vast personeel geworden. Toen hebben we in plaats van dvd's verkopen, is alles naar de cloud gegaan. En in feite als cloud abonnee, het abonnementmodel, kun je altijd via de achterdeur bij ons in de studio binnen en zien wat we aan het doen zijn. Alles, hè? Dus de characters, de scripts, de storyboards, de, wat je maar wil. En allemaal in een Creative Commons licentie. Prachtig. En het is gewoon, ook dat agentmodelletje wat ik bij me had, kun je gewoon downloaden. En beschilderen, Rudé of zelf uitprinten, of wat je er maar mee wilt. En dat concept slaat aan. Want het feit dat je gebruikers, hele goede gebruikers, samenbrengt met programmeurs. En het heel zichtbaar maakt, dat iedereen mee kan kijken. Dat is geweldig. Ja. Is het ook voor mensen die nieuw in deze business komen? Faciliteren jullie natuurlijk, denk ik, ook een hele steile leercurve. Hè? Want je kunt bij jullie natuurlijk heel snel de ervaring van anderen tot je nemen. Nou, maar omdat het een publiek project is, is de alle kennis ook publiek om het te doen. Ja, dus het is natuurlijk wel moeilijk, maar dat als skateboarden en fietsen en zo, daar moeten we wel moeite voor doen. Je moet wel iets doen, ja. Ja, moeten we voor doen. Dus die filmbusiness nu, we hebben dus een cloud met een subscriptiesysteem. We hebben nu 5500 abonnees. Die een tientje per maand betalen, om basically een groep van creatieve mensen filmpjes te laten maken. Dus we kunnen dus 500.000 per jaar investeren in onafhankelijke productie. Prachtig, ja. Wie heeft dat nou? Dat is een heel klein peanut bedragje, maar het is meer geld dan het Nederlands Filmfonds per jaar uitgeeft aan animatie. Om het even in perspectief te zien. Dus wij doen natuurlijk veel meer, maar wij maken ook trainingen, hebben documentatie daaromheen en libraries en dat soort dingen. Maar goed, de kracht is dus dat je de techniek, dus je hebt de software en je hebt de inhoud. En dat is ook het unieke eraan, want we kennen veel open source. Ja. We kennen veel open source projecten en die gaan eigenlijk altijd over de techniek en eigenlijk zelden over de inhoud. Dus de kracht is techniek en maken, maken we één wereld van. Ja, mooi. Maar wat dan nog daarnaast hebben we dus nu, het is ook een stichting, het is een goed doel. En ik heb 2 jaar geleden een zogenaamd Development Fonds opgezet. Zeg maar een soort lidmaatschapssysteem, ook vergelijkbaar met hoe de Linux Foundation werkt. Om ook het bedrijfsleven meer aan te spreken. Want er zijn steeds meer bedrijven die ook met Blender werken. Grote bedrijven. Er wordt speelfilms meegemaakt. Met Netflix kun je films zien die met Blender zijn gemaakt. Ja. TV-series. De visual effects. Het zit overal. De bedrijven willen graag op een andere manier benaderd worden dan de gewone gebruikers. Ja. Is jouw faillissement een blessing in disguise geweest? Was je anders was je nooit deze. Niet destijds, zeg maar. Anders was je nooit deze route van open source ingegaan. Als je na die investering, zeg maar, in die. Ben je eigenlijk terugkijkend, ben je blij met het faillissement? Oh ja, natuurlijk. Dat was het beste wat er ooit had kunnen gebeuren. Ja. Ja, absoluut. En nu ben je zo vrij als een vogel, onafhankelijk. En dus mensen met spreadsheets achter je. Afgelopen half jaar is zo'n beetje de hele games- en filmindustrie heeft Blender geadopteerd. Ja. Dus we hebben maar ietsje ervoor ook al, want ik zag het ergens toen ik wat research zat te doen, dat je begin dit jaar een hele prestigieuze prijs uitgereikt hebt gekregen. Ja, de Annie Award. In Los Angeles, ja, de prijs voor. De eerste Nederlander die dat ooit wint. En volgens mij de eerste open source project dit heeft gewonnen voor technical achievement in de animatiewereld. Echt Hollywood. Van de filmindustrie. Ja. Dus dat is niet niks natuurlijk. Ja. En de afgelopen. En daarna zeg je. Heeft eigenlijk de complete wereld. Dat, maar ook het Blender is met een nieuwe release. We hebben 3 jaar gewerkt om het wat gebruikersvriendelijker te maken. Ja. En dankzij ons netwerk in de industrie, dus het lidmaatschaps,
de aantal leden wat zich aanmeldt bij onze foundation, dat is nu zo goed. Op de afgelopen juni heeft Epic Games is lid geworden. En die hebben een donatie toegezegd van $1.2 miljoen. Wauw, een donatie. Dus over drie jaar wordt dat uitgesmeerd. Dan zijn ze dus de toplid, hè, het bovenste niveau van lidmaatschap. Ja. En daarmee kunnen we in één klap 4 developers erbij betalen voor Blender. Ja. En toen kwam Ubisoft. En, de grote game. Gisteren Nvidia. Vandaag noemt hij Adidas. Ik praat met Intel, ik praat met AMD. Maar ga je dan op een gegeven moment echt zo'n drempel over dat je ziet dat eigenlijk iedereen in het wereldje jullie heeft omarmd en dat je daarmee het leidende platform kan? Ik ben 2 keer in LA geweest de afgelopen 2 maanden ook voor een beurs. En dat is de grootste computer graphics beurs ter wereld, de SIGGRAPH, ken je misschien niet, maar dat is, daar loopt iedereen rond van betekenis op de computer graphics, graphics markt. En het was echt alsof ik daar de nieuwe Don Corleone was of zo. Iedereen kwam respect betuigen en je werd best uitgenodigd voor alle meetings met de CEO's en de CTO's. En we willen allemaal met je praten en zaken doen. Ja, geniet je daarvan? Het is een schok bijna. Ja. Natuurlijk was het geweldig. Ja, natuurlijk, maar verwarrend. Het is natuurlijk ook weer, je bent ook gewoon een programmeur met heel veel passie voor je product. Ja. Ja. Nou, ik ben een maker. En het leuke is, ik was natuurlijk een beetje voorbereid, omdat ik ook met mensen van Epic Games gepraat had over die grant. Ja. En het gaat er vooral om dat je probeert heel zuiver vast te houden wat we hebben. En dat is... Zijn de verleidingen dan groot? Niet, want je weet hoe het gaat, hè? Die 1% en zo, die verhalen van Disney en iedereen. Hè? De mensen pakken allemaal, absorberen je. Ze willen je gewoon assimileren en wat je meedoet. En wat ik probeer is juist te zorgen dat we hun uitnodigen om met ons mee te doen. En dat je dus zorgt dat je dingen doet, zodat je dus op de services online support geven voor Blender. Want ze willen bijvoorbeeld een van de bedrijven zei, ja, je moet commerciële support gaan geven. Hè, en voor ons als bedrijf. Wij hebben namelijk een veel hogere standaard van support nodig dan de gemiddelde gebruiker. Ja. En ik ben al bezig om aan te tonen dat dat niet zo is. Want de support die wij online geven voor iedereen, gratis, is van een hoger niveau dan wat je gemiddeld kan kopen bij de concurrent. Hey, zijn de verleidingen groot als je zo succesvol bent, wat jullie nu het afgelopen jaar bereiken, die drempel over, om daar toch op te kapitaliseren? Of... Ja. Nee? No. Ben ik nou te oud voor ook? Ja. Maar ik heb te veel meegemaakt en ik heb die klap van de molen gehad hoor in 2000, met die periode. Ik ben gewoon nooit meer, nee. Ik heb geen zin meer in investeerders hierin. Maar verder heb ik het ook zo... En de mensen om je heen? Want je hebt maar ik heb het zo georganiseerd dat het ook niet meer kan. Hoe heb je dat dan gedaan? Bijvoorbeeld Blender, de copyright van Blender... Is een stichting, hè? Is een community copyright. Community copyright. Dat betekent dat dus natuurlijk wel de stichting heeft 80% of zo. Hè? Dat ja, dan ben jij weer zelf voorzitter van, geloof ik, of niet? Ja, maar mensen die een bijdrage doen aan Blender, mogen dat doen met behoud van hun eigen copyright. Okay. En er zijn zeker 100 verschillende mensen die een deel van Blender in eigendom hebben. Ja. Belangrijke stukken. Ja. Die je niet zomaar uit kan halen, want dat verspreidt en dat mixt allemaal. Ja. Dus ik kan Blender niet verkopen. Ja. Je kunt het niet eens. En natuurlijk kan ik het ook niet vanuit de stichting gezien. Het is een goed doel. Je kunt niet zeggen, ja, ik geef geld aan Greenpeace en dan gaat Greenpeace opeens olie boren in Alaska, weet je wel. Dan kun je Greenpeace voor de rechter dagen. Want als goede doelenstichting moet je je houden aan je eigen principes. En je statuten. Ja, dan mag je aangehouden worden. En in de stichting staat het goede doel, dus Blender en OpenSource en alles. Staat duidelijk omschreven, dus daar moet natuurlijk een doel voor zijn. Dus je kunt het niet eens kopen, maar je kan het niet eens verkopen. De stichting kan het niet verkopen, want we hebben software niet in eigendom. Is het voor sommige van je klanten of partners, of hoe je het ook wil noemen, ook lastig? Het open source heeft ook nadelen. Ja, want ze vinden het vaak heel eng. Er zijn ook vooroordelen over. He, bijvoorbeeld de licentie die wij gebruiken heet de GPL, de GNU Public License. Ja. En die wordt door sommige mensen zeggen dat die is infective.
Die is infectieus. Infectieus heet dat. Geeft dat geloof ik. Ja. Nederlands, ja. Maar wat bedoelen ze daarmee? Dat bedoelen ze mee dat als jij een klein stukje GPL-code pakt en die bij jouw bedrijf neerzet, dan verspreidt zich dat als een soort virus. En dan wordt al jouw software opeens open source. Ja. Of dan denken we, ja, je moet het dan open source maken vanwege de licentie. Want die licentie zegt, dat klopt wel, de free software licentie, wat noemen we free software of GPL. Blender moet vrij blijven. Altijd. Punt. Er is geen manier dat je kan zeggen, oh, ik pak een stukje van Blender en ik ga daar op slot zetten en dan ga ik het verkopen. Ik heb dat recht niet, jij hebt dat recht niet, niemand heeft dat recht. Zijn er partijen die dat toch proberen? Dat kan, het mag niet. Ja, maar je kunt natuurlijk je kunt toch het nabouwen en dan zeggen. Je kunt alles stelen wat je wil. Ja. Ik bedoel, En het is zeg maar vergelijkbaar met een publiek park. Hè. We hebben een vondelpark in Amsterdam. En als op een bepaald moment iemand zegt, nou, ik wil dat vondelpark wel gaan beheren en plantjes en dingen neerzetten, maar dan ga ik er een hekje neerzetten en toegang vragen. Weet je wat? Ik hou een stuk van het park open, maar het leukste stukje van het park ga ik nou God voor vragen. Dat zou je toch als gemeenschap nooit accepteren. Ja. Dat doe je niet. Het is, je mag best een privé-tuin hebben, maar we hebben een park voor iedereen. We hebben een weg voor iedereen. Ze vinden het eng. De belangen zijn enorm groot, vooral voor die grote partners van jullie. Ja. Zijn er nog meer nadelen voor hun? Want ze zijn het afgelopen jaar allemaal om. En ze melden zich allemaal. Maar wat in hun hoofd... Het nadeel is dat de gereguliere software business heeft daar problemen mee. Ja, want er zijn andersoortige contracten. Je kunt niet aanspraak maken op niet alleen dat, exclusiviteit. Dus, je hebt een grote plug-in bedrijvigheid. Dat zijn bedrijven die maken kleine tools. Iets speciaals voor bepaalde vloeistofdynamica simulatie of... plot, simulatie, je bedoelt, dat hele specialistische zoals... dingen en die willen ze dan graag in Blender kunnen hangen. Ja. En dan krijg je dus, het is een publiek park, je mag daar niet met een truck naar binnen rijden met die spullen en daar gaan verkopen ofzo. Ja. Hoe de analogie werkt, maar die wil graag dat dat vrij blijft. Dus we hebben onze eigen die features. Dus kledingsimulatie of vloeistofdynamica in Blender zelf. En als jij dat commercieel wil verkopen, dan moet je dat gescheiden houden buiten het Blender domein. Je kunt wel een bruggetje maken. Ja, werkt het net zoals de plugins in WordPress bijvoorbeeld, wat veel mensen wel kennen. Daar moet je soms voor betalen. Soms gratis, soms abonnement, soms one-off. Daar kun je het een beetje mee vergelijken. Okay. Maar een plugin bijvoorbeeld voor een programma als Maya of 3D Max, die mag je ook echt integreren. Ja. En het is echt zo dat als je dus zegt, ik koop het programma, dan heb je nog steeds niks. Want dan moet je ook nog steeds voor een paar honderd euro of duizend euro plugins erbij kopen. En dat is bij Blender niet zo. Werkt zo. Ja. Nee, het is 100% functioneel. En je hoeft nooit iets bij te kopen. Je mag, er zijn uitbreidingen voor te krijgen, maar die zijn niet core. Maar die hoeft je niet. Ja. En als we het graag willen, dan zorgen we ervoor dat dat... in Blender blijft. En wat is de dus je schetst het eigenlijk, zeg maar, het afgelopen jaar is, dus zijn jullie in de geldwereld in de hockeystick bijna ingegaan en naar massa acceptatie van dingen. Wat betekent dat voor je organisatie? Want dat verandert dus ook veel. Er komt druk op jullie te staan. Ja. Veel meer developers. Ja, zeg hoeveel. Veel meer opeens mag ik kunnen iedereen betalen. En, ik moet opeens operaties. Dat is een start-up, dat is het probleem. Want je moet operaties managers erbij hebben. En development managers. En het moet allemaal beter georganiseerd worden. En één ding heeft natuurlijk. Onze sponsors hebben wel gelijk. Dat ze willen graag de back-office, zeg maar. Het online bedrijf professionaliseren. Met de betere coding standards. Dat de documentatie werkt, de onboarding. Hè, dan komt dan iemand binnen van het bedrijf en zegt, ik wil wel graag met Blender dit en dit gaan fixen. En dan, oh jezus, wat heb ik hier nou weer voor me? Ja, dat is wel een open source dingetje. Ja, dat is een probleem. Ja. In bedrijven ook, maar bij ons minstens zo erg. Ja. En dan moet iemand dat gaan schnoeien en knippen en een beetje onder controle brengen.
Vaak doe je dat met engineering. Hè? Maar loop je dan toch ook weer risico? Want je beschreef net, denk ik wel goed, de cultuur die je eigenlijk bij zo'n open source bedrijf ook hoort. Jullie zijn allemaal makers. Ja. Zaken doen is niet je primaire competentie, laat ik het maar zo zeggen. Of daar hoort misschien organiseren ook wel bij, dat weet ik niet. Het zou kunnen, het zou niet kunnen. Ja. Loop je daar nu ook risico in wat die mensen die lid worden allemaal van je verwachten? Maar omdat het een open systeem is, hè, als jij zegt ik wil graag iets doen met Blender, hoef je niet aan mij te vragen. Hè. Je kunt gewoon online weer toegang. Maar als je een miljoen doneert? Ik ben niet eens met degene die dingen bepaalt. Ik heb al 5 jaar niet meer geprogrammeerd. Oh nee? Nee, daar mag ik tijd voor. Als je een miljoen doneert, dan vraag je ook wat. Dus als ik praat met de baas en ik haal het geld op en ik doe de grote lijnen en daar hou ik me mee bezig. En ik zorg dat dus inderdaad, het is nu dus in deze fase van Blender, de groei is gelukt, we hebben gewonnen, hè? Ja. En nu is het de zaak om te consolideren. Ja. En dat heb je daar net zoveel lol in dit spelletje? Nee, maar dat is het bekende verhaal wat je vaak bij succesvollere ondernemingen ziet. Dan moet de baas moet weg. Hè? Ik ben bezig om mezelf overbodig te maken. Want dat moet echt, anders gaat het niet goed. Want ik ben niet goed in conservatieve dingen doen. Ja, het beschermen van belangen. Maar je moet gewoon echt iets bouwen wat stabiel is. Want die sponsors die we nu aan boord hebben, die wil je volgend jaar ook wel hebben, toch? Ja. En dat betekent dat je dus financiële rapporten moet maken, en je moet met ze mailen en alle dingen doen. Net een boel, dat dat een stabiele, prettige omgeving is. Dus daarvoor, dat ben ik dus nu aan het bouwen. Zorg dat er mensen bij komen die dat kunnen doen. En dan kan ik lekker door met mijn volgende project. Wat is dat? Dat is een lange film maken. Oh ja. Ja, ja. We hebben de rechten op Agent 327, de stripheld van Nederland. En, oh ja? Daar gaan we een lange film mee maken. We hebben al een teaser gemaakt van 4 minuten. De markt te testen. En dat is fantastisch. Alle deuren gingen open overal. En het is nou even wat het Blender zo'n hoop succes is, heb ik er weinig aan kunnen doen. Ja. Maar de bedoeling is dat we dat weer gaan oppakken de komende periode. We moeten nog geschreven worden, script, schrijvers zoeken, regisseurs, financiering, enzovoort. Ja. Een studio bouwen, hè, want ik wil ook echt zorgen dat er dus, zelfs bij Pixar, je hebt dus 10, 20 programmeurs, allemaal met een open pipeline, dus de hele productieomgeving wordt open. Okay. En dan maken we een film voor de commerciële markt. Voor Netflix of voor een theater of wat ook geweldig. Als je nu, wat wij ook altijd proberen te doen, is te kijken, zeg maar, weet je, als je misschien niet in deze specifieke wereld zit, maar wat kan je van de mechanismes leren? De lessen die jij geleerd hebt. En als we het dan even speciaal hebben over dat hele open karakter. Dus ja, wat, als je nou tegen iemand anders moet zeggen wat je dat brengt, waarom zou je zo open moeten opereren? Pure zingeving, denk ik. Echte zingeving. Je doet iets wat echt relevant is. Dus, het was afgelopen mei een festival in Frankrijk, het grootste animatiefestival van de wereld. En er loopt alle generatie Z, jongeren lopen rond, die net zijn gaan studeren, 18, 19-jarigen, deze eeuw geboren. En die kijken naar mij alsof ik een soort wandelende Sinterklaas ben. Want die kennen mij. En, of de Abominable Snowman, whatever. Ze kwamen even bij mij praten. Allemaal Blender gebruikers, al die jonge mensen. En ze zijn allemaal naar scholen of gaan naar vakopleidingen of naar HBO's om animatie of 3D te leren. En dan zeggen ze toen, of op school moeten we allemaal Maya gebruiken. Maar dat komt er met die leraar, dat zijn oude lullen. Dat is oude software voor oude mensen. Ja. Wij gebruiken allemaal Blender. Voor ons eigen werk en samen. Ja, maar dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Daar doe je het voor. En dan vraag ik het, en waarom? Op een bepaald moment dacht ik, hoor dat zo, waarom? Want jullie zijn jong, jullie weten hoe internet werkt. Je kan alles downloaden wat er op de wereld ligt. Je kunt het illegale software halen, of je haalt wel dingen op. Waarom Blender? Zeggen ze, community. We gaan wegen de community. Zeggen, wat bedoel je? Gewoon het feit dat je online gaat, als ook al is het een kleine groep, misschien maar 1% van de mensen vindt dat 3D leuk. Maar als jij zegt, ik wil iets met 3D, dan ga je online. Wat je vindt, is Blender. Want alle Blender-gebruikers zijn legale gebruikers. Dat zijn blije mensen. Die zijn gewend dat ze dingen krijgen en dus ook delen.
Dus als jij een vraag hebt over iets, word je geholpen. Er zijn honderden websites overal van mensen die enthousiast met elkaar dingetjes doen. En het is gewoon veel dus, en veel leuker. En dat is wat mensen willen. Ja. En dat geeft zin. Hè? Dat is echt een zingeving aan, voor creatieve mensen. Want je geeft hun de tools en je geeft hun de middelen en je geeft hun het internet. Want het internet is gewoon Blender. Alles wat je zoekt op 3D, de helft van de links die vindt je tegenwoordig, gaat daar maar over Blender. En als commerciële software kun je dat niet verslaan. Je kunt niet met je 3.000-4.000 commerciële klanten het internet overnemen. Dat kan alleen maar door de jeugd te hebben of door de massa. Ja. En dan niet alleen in Europa. Hè. Het gaat dus over China, het gaat over Zuid-Amerika, het gaat nou over Afrika. Afrika is een enorme opkomst. Dus alle mensen in de wereld, het is allemaal hetzelfde. We willen graag leuke dingen doen, creatieve mooie dingen maken, filmpjes maken. Of games maken, of visual effect dingetjes doen met aliens die door je vliegende schotels of zo, en laserstralen. Dat is toch leuk? Fantastisch. Ja, en dat is waar Blender aan werkt. Ja. Spreken, we proberen eigenlijk altijd een half uurtje te doen, hè? Deze uitzending. Die is ruim voorbij. Die is ruim voorbij. De tijd is voorbij. Ja. Misschien kunnen we afspreken dat ik weet niet, hoe lang ben je nou met zo'n film bezig, die je straks gaat maken? Oh ja, dat gaat jaren duren. Dus we kunnen nog geen afspraak maken. Keer terug, ja. Je kan niet volgend jaar terugkomen dat je de film af. Nee, film meeneemt. Helaas. Nee. Maar dan hebben we wel weer een ander verhaal. Ja. Oké, okay, nou ja, dan spreken we dat dan. Nou, we zouden het heel leuk vinden als je gewoon over tijd weer eens terugkomt om te kijken waar jullie dan staan. En dan Tuurlijk. Ben ik ook heel erg benieuwd hoe het met je film gaat. Ja, en kijk gewoon op blender.org, zou ik zeggen. Ja, fantastisch man. Ik word hier weer heel vrolijk van dit verhaal. Dus dat heb je alleen al vandaag gebruikt. Ja, super. Grote dank. Jullie bedankt voor het kijken. En zoals altijd bedanken we PQR voor de hosting van de website, Bier & Co voor de biertjes, Jetstream voor de livestream en Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond. Kijk je live, dan zijn we er volgende week dinsdag weer. Dag.